Moeldracht, een feestelijke middag in het huis van Katoen en Nu. Want 10 jaar seniorenjournaal en jij bent de grote man daarachter. Nou ja, groot, dat is weer de vraag natuurlijk. Maar in ieder geval, ik heb 8 jaar lang heb ik daar mee mogen werken aan het seniorenjournaal samen met tientallen andere vrijwilligers. En ik heb inderdaad wel de coördinatie de laatste jaren gedaan. En we hebben van het blad in die 10 jaar wel iets moois kunnen maken, denk ik. Je hebt dan een beetje uitgelegd wat coördinator van het seniorenjournaal inhoudt, maar dat is een beste pluk werk. Het is aardig wat werk, maar dat geldt niet alleen voor mij, maar gewoon voor al die vrijwilligers in de redactie en daarbuiten ook. En iedereen is daar heel druk mee. In de coördinatie gaat het vooral om dat je, ja, laten we zeggen, contact houdt met iedereen en het hele proces goed overziet. En als allerlei problemen en bijzonderheden die zich voordoen, dat je die dan aanpakt en samen weer oplost. Hoe snel gaat 10 jaar? 10 jaar en voor mij dus 8 jaar, dat gaat wel toch wel snel, achteraf. Ja, je bent er gewoon druk mee en je weet niet anders. En dan in één keer is het 8 jaar of 10 jaar is voorbij. Dus zo gaat het wel, ja. Dat klopt. Wethouder van Mierlo zei net al van een exemplaar wat in zwart-wit gedrukt werd en wat eigenlijk maar heel dun was, naar een nu een seniorenjournaal wat 40 pagina's heeft en bijna elke maand uitkomt. Ja, dat klopt. We zijn toen eigenlijk begonnen met, laat ik het zo zeggen, er waren 3 blaadjes. Van eentje van KBO, eentje van de OVA, eentje van de PCOB. En dat waren, ik zal bijna zeggen, stencils, bij wijze van spreken. Maar iets meer, maar in ieder geval die zijn dus samengevoegd. Maar dat begint dan ook in het begin natuurlijk toch met eenvoudige middelen. En we hebben dat in al die jaren hebben we dat wel kunnen uitbouwen tot een mooi, een mooi blad met ook interessante inhoud. Maar ook een blad wat er wel mooi uitziet. En dat vind ik, dat is een mooie combinatie natuurlijk. Is het niet moeilijk om een blad uit te brengen waaraan 3 ouderenverenigingen deelnemen? Nee, dat is eigenlijk niet moeilijk. Kijk, ze vinden het allemaal ook vanuit hun eigen organisatie weer belangrijk om hun leden te bereiken. En te vertellen waar zij mee bezig zijn. Dus we hadden eigenlijk geen enkele moeite om, laat maar zeggen, berichten van die oudere bonden binnen te krijgen. Dat liep eigenlijk vanzelf. Kan jij die 3 nog eventjes noemen? Ja, dat zijn dus de KBO, de Katholieke Bond voor Ouderen, de OVA, de Ouderenvereniging Almelo. En de PCOB, de Protestants-Christelijke Ouderenbond. En die werken heel goed samen in Almelo. Dat kun je ook zien aan dit seniorenjournaal. Maar ook wel aan allerlei andere dingen. Zo werken ze ook samen in de stichting COSBO. Wat dan vooral voor het onderdeel belangenbehartiging van zich doet spreken. En vooral dat samenwerken is natuurlijk enorm van belang. Ja, dat is zeker van belang. Kijk, als je zeker in die belangenbehartiging en in het contact met jouw leden, als je, of met oudere mensen in het algemeen, als je daar iets in wilt doen, ja, dan kun je als kleine eenling kun je wel iets gaan doen, maar dan heb je weinig impact, om het zo te zeggen. En je kunt natuurlijk veel meer bereiken als je goed samenwerkt. En gelukkig in Almelo gaat dat goed. Jij doet alles wat er gebeuren moet voordat zo'n seniorenjournaal op de markt komt. Je hebt een goede opvolger gevonden. Ja, gelukkig wel. Ja, Jannie Vleerboos die gaat het overnemen. Ik doe het nog 1 keer straks. In juni stop ik. Dan hebben we in juli ligt het even stil. In augustus begint het weer. En dan gaat Jannie die gaat de zaken regelen. En ik zal nog wel met haar overleggen wat ze allemaal kan tegenkomen. Maar Jannie heeft veel ervaring in de communicatiewerk. Dus dat zal allicht heel goed komen. Pink je nog een traantje weg als het straks in juni is? Nou, een heel kleintje dan. Je moet je plaats weten natuurlijk. Maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan. En ik ga ook niet weg omdat ik een hekel aan heb. Maar ik vind, ja, na 8 jaar, dan moet gewoon eens een keer iemand anders moet er mee aan de slag. Dan moet er een nieuwe elan in komen, zeg maar. Je neemt afscheid. Je hebt een schildersezel gekregen van je mederedactieleden. Betekent dat je je vol gaat storten op het schilderen? Ja, dat doe ik al, maar dat gaat bij mij altijd met vlagen. En dan heb ik 2 weken lang, daar ben ik heel druk mee. En dan heb ik weer 6 weken iets anders te doen of zo. Maar ik vind het wel heel leuk schilderen. En dus dat ga ik zeker doen. En met zo'n ezel die ik gekregen heb, wordt het nog makkelijker natuurlijk. Roel, namens alle senioren uit Almelo. Mensen die lid zijn van een van de 3 bonden. Maar ook de mensen die niet lid zijn. Heel hartelijk bedankt voor al het werk wat jij gestoken hebt in het seniorenjournaal.
Nou, hartelijk dank. Ik heb het met plezier gedaan. Dank u wel.